welkom weer bij een gloednieuwe vlog en een hele goede middag bij Corine en de Beestenbol. Het is vandaag woensdag 25 oktober. Mijn mannetje is vandaag 6 jaar en 8 maanden bij mij weg. Ja, dat denk ik dus ook altijd wel weer aan. En we leven om 14:48 uur, spreek net over. Ik ga de meisjes weer uitlaten, daarna pak ik de booster en dan ga ik de hort op. Ik zou eigenlijk om 12 uur bij Fly Tattoo moeten geweest zijn, maar Patrick die appte van dat ging niet door, want Ska en Fly is ziek. Dat kan, dat Fly Tattoo ook eens een kindje ziek is, ja. Enkel die Dombo die laat zich, die zou zich later gaan testen, ja. Ik heb hem wel geprobeerd te appen van doe dat niet, wees niet zo dom, maar hij heeft niet gekeken. Niet dat ik tenminste weet dat hij gekeken heb. Wel, jammer, ja. Ik weet niet eens meer waar die staat, want ik heb zoveel mensen berichten om moeten sturen. Daar zeg je u tegen, ja, heb wel gekeken. Nou, daar ben ik dan blij om, dat hij wel gekeken heeft. En dan hoop ik dat hij na gaat denken. Ja, dat hoop ik wel. Maar in ieder geval, ik ga lekker met de meisjes dus uit. En ik neem deze sowieso mee, dat weten jullie. En dan hoef ik die niet mee te nemen in mijn tas. Want ik moet, ik wil kijken toch nog naar andere bezems. Ik hoop dat ze die er hebben. En ja, desnoods bel ze eerst wel even. Dan hoef ik er ook niet voor Jan met de korte achternaam daar naartoe. En sowieso ook even nieuwe laarzen scoren. Ja, en een regenbroek zien te scoren. Maar dat moet wel, hè. Ja, dus ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet een klein beetje met mij mee. Ze zeggen tot later. Nou, het was even kort en krachtig. Nog voordat ik de meisjes uit zou laten, heb ik gelijk al even gebeld. Naar dat winkeltje. Maar helaas geen bezems. En ik zal er andere week of zo er even naartoe. En dan zal ik mijn telefoonnummer er even doorgeven. En dan zodra ze weer nieuwe hekse bezemtjes krijgt, dat ze mij kan bellen, weet je. Dat ze weten om wie het gaat. Kom er enkel maar rond deze tijd bij hun. Dus ja, dat vergeet ze dan ook weer. Maar ze weet wel wie ik ben verder zoals ze me ziet. Dus ja, dan komt het wel goed. En ik had Kitty zelf aan de telefoon, dus helemaal leuk. Kitty's heksenketel. Zo heet het winkeltje ook. Maar ja, in ieder geval, jammer. Ze hebben het niet meer, dus hoef ik ook daar niet meer naartoe. Maar ja, we gaan alweer verder. Ik zou zeggen, geniet gewoon en tot later. Nou ja, zoals jullie zien zijn ze er weer bezig. Heuveltjes maken. De duinen. Ja, de duinen aan het namaken. Oh, er staat nou eindelijk ook eens een keer een bouwkeet. Aha. Even inzoomen. Bouwkeetje. Ja, leuk. Wat grappig. Daar. Maar oké, wij gaan verder lopen, anders komen we er niet.
zien jullie het maar weer, hè? Wordt weer druk gewerkt. Al is maar met 1, 2, 3, 4 man. En bij de bouwkeet zal er ook wel wat wezen, dat weet ik niet. Dat zie ik hier vandaan niet. Maar in ieder geval, we gaan weer door. Zo, lieve vrienden, daar ben je, zijn we weer. Ja, terug van boodschappen doen. Ik heb enkel de laarzen weten te scoren, maar wat zijn die duur geworden? Dat willen jullie niet weten. Ja, of je moet ook net laarzen hebben gekocht. Ja, en Schapino had niks, dus ik ben bij Van Haren geweest. Die hadden wel, maar ze zijn echt duur, maar ze zijn wel mooi tenminste. Er zit niet iets extra's op dan enkel maar één rits extra die geen functie heeft. Ja, verder zijn ze wel leuk, vind ik zelf. Zo, en ook nog extra lang ook, tot aan mijn knie zo wat. Ja, dit is mijn knie, dus ja. Yeah. Daar zit er iets, maar die kan gewoon niet open. Nee, dat zit er gewoon in. En die kan dus wel open. Ja, ook niet te hoog, want dat kan ik niet. Dus ja. En dat is gewoon grappig. Ja, een extra rits. Dus daar ben ik wel blij mee. Bij de VOMA net wat gebeurd. Aan de ene kant moet je lachen, aan de andere kant moet je erom huilen. Een oudere dame met een wollen petje op met zo'n klepje eraan. Van wol helemaal. Ja, natuurlijk zit er iets in om dat klepje te stevig te houden. En die zou even voordringen voor mij. Maar ze ziet helemaal niks, want ze heeft haar hoofd zo naar beneden. En ze gooit het ene naar het andere, gooit ze hem op de lopende band. Er stond een jongen voor me, die stond al zo van... Wat doet hij? Wat doet ze? U bent eerst, dus ze moet uitkijken. Nog een klant, die zich er ook wel mee bemoeide, van... Ja, er staat een vrouw voor u, u kunt niet u zomaar voordringen. En toen is er een andere cashier die op dat moment even niks had te doen. Die is erbij gekomen, die heeft de boodschappen naar voren gehaald, zodat mijn boodschappen naar voren konden. Maar ja, ik heb nu van die lange armen dat ik daar nog voor kon. Dus bij mij heeft er weer een mannelijke klant geholpen, die kant op, en voor mijn boete langs op de band neergelegd. Nou, hoe absurd moet je het hebben? En ze was aan het praten op haar manier, maar ze was niet te vertalen. Nu voor, weet je, ik denk dat ze dementerend was, of weet ik veel wat. Ik weet het niet, maar het huilen stond benaderd dan lachen. Niet voor mij, nee, voor dat mensje. Zij stond eigenlijk voor schut, maar ik kreeg al hulp. Ja, ze had moeten wachten op haar beurt, punt. En ze had ook best wel heel veel hoor, en ik had nog minder dan haar. Maar ja... Tjonge, nog een toe. Ja. Yeah. Nou, ik heb cookie. Ja. Yeah. Cookie. En ik heb krabbelnootjes, nee, kaasvlees. Heet het. Oh, lekker. Wat ben je wij aan het doen? Ik had zin in, ja. Er zit in ieder geval wat in. Iets lekkers. Ja. Gaan we straks lekker opeten. Snoepjes natuurlijk, moet ik hebben. Daar valt wat om, moet me niet. Daar even. Nou ja, zo'n rakker. Laat het merk niet zien. Maar jullie weten genoeg. En dan heb ik nog een rakker, maar een andere. Ja. Dus die zit ik daar neer, want die andere is op. Voilà. Frisdrank heb ik nog in de koelkast liggen. En, ja, jullie weten dat ik tegen die kikkertjes ben. En dat ik die koffie nog heb met die kikkertje erop. Uiteraard maak ik dat wel op, want het heeft wel geld gekost. Maar ik heb nou een nieuwe, lekkere bakje koffie. Van Zonatura. Daar zit geen kikkertje in. Dus ja, wat wil je nog meer? Je wil er een in. Dat is meneer Kandolf. Mag ik even door? Dank u.
Ja, we wil erin, hè? Hé, meneertje, kap al. Hai, kerel. En dat komt straks wel. We steken door de brievenbus. Nou, die heeft maar even geduld. Ja, jij hebt ook maar even geduld. Nou, dan heb ik mijn oude laarzen. Ja. En dan hebben we vleeswaren. Wat in de laar gaat. En nog een doos nat voor Kandalf. Maar ik ga eerst het blikje mijn hondenvlees maar opeten. Leeg eten. Voordat hij dat weer krijgt. Zo simpel. Zo, allemaal vleeswaren. En twee kaas. Twee stukken rood en groen. Ja. En dan de doos voor Kandalf. Ja, nat voer voor Kandalf. Ja. Nou, dan gaat die daar naartoe. Dan moet ik de la hieruit hebben. Hop, 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 hop. En we zitten nu rechtop. Zo. En ik heb mezelf met iets anders blij gemaakt. Ja, ik heb vanavond al mooie films kijken. Ik, en dat voor nou, zeg maar 10 euro per maand extra te betalen. Nou, ik heb wel voor over. Ja, wordt toch automatisch gedaan. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ja, want ik vorig jaar, ik had het voor 12 maanden, dus het was voor een jaar. Voor een jaar had ik dat zo'n pakket, filmpakket gekregen, gratis, cadeau. Waarom weet ik niet meer, maar dan had ik gratis cadeau. Dat is eer vorig jaar ingegaan en daar heb ik toen van genoten. Ik wist eerst niet hoe het moest, welke knoppen, maar dan weet ik nou wel, ik heb dat papier bij me, welke knop ik moet indrukken. En heb ik heel veel genoten van al die kerstfilms, weten jullie nog? Oh, nou, dat heb ik nou weer. Dus ja, heerlijk. Lekker mooie films kijken. En geen nieuws, nee. Daar komt geen eens geen nieuws op, nee. Ik kijk geen nieuws. Ja, als er eentje van iemand erin komt. Als er een iemand erin komt die ik ken. Dan, en die vraagt mij, van, goh, wil je alsjeblieft kijken, want ik kom erin. Ja, dan kijk ik voor diegene. Maar dan wordt de helft wordt er vanaf geknipt, weet je. Nou, dat is ook niet leuk, zowel voor haar niet. Maar ook voor anderen niet die haar kunnen. Is niet leuk. Nee. Nee. Gewoon niet leuk. Dus ja, dat dus. Maar ja, die vrouw in bij de woonbar, ik ken er nog niet over uit. Dat ze zo iemand überhaupt geen begeleiding meegeven. Waar naartoe dan ook. In dit geval naar de woonbar om boodschappen te doen. Ze had echt begeleiding nodig. Dit meisje was helemaal de het boekje zoek. Ja, niet leuk. Dus, maar ik ga de boel opruimen en ja, ik zie ook nog dat er een afloop staat en ik heb net zin in, ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ja, en ik hou mijn hoofd vast, ik heb wat, ja, vreemde hoofdpijn. Drukkend. Het is ook raar weer, want het begon al net wat te regenen. Ook niet leuk. Nou, dan kan dat naar boven. Ja. En ik ben benieuwd hoe dit gaat smaken. Een ander gaat dit niet krijgen. Nee. Voorlopig nog niet. Want het is wel duurder. En het is ook maar een klein potje. Hè? Want als je die andere pot gaat pakken. Huppata. Het is bijna wel hetzelfde model. Maar dit is een kindje van die. Bij mij, qua pot. Ja. Kijk. Nou, dan zie je daar het kikkertje. Nou, alles wat een kikkertje is, moet je niet in huis willen hebben. Dat is allemaal aan het WEF verbonden. Ja, het is echt waar.
Kijk zelf, als je het mij niet gelooft, moet je het gewoon uitzoeken zelf. En op Google kan dat gewoon. En anders ga je verder, nog verder dieper zoeken. Maar het is wel zo, dat kikkerembleem is van het WEF. Ja, dat heeft Sonnatura niet. Dat is biologisch. Ja, dus helemaal goed. Dus ja, die oude koffie drink ik wel gewoon nog op. Ik drink het al jaren, nou ja, ik ben er nog. Maar ik wil toch, wil ik dat niet meer in mijn huis hebben. Zo min mogelijk. Ja, zo min mogelijk. Dus, maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, neem ook een bakje koffie. En probeer gezonde koffie te nemen, of wat dan ook. En ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond. Smakelijk eten en bon appétit. En geniet ervan en tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, het is weer 14 minuten over 2 in de nacht. Dus ik heb het zo bedacht om te gaan slapen. Ja. Dus we gaan lekker naar boven. De meisjes die zijn al uit geweest. Sky die ligt ook al op bed. Dus wij gaan gewoon ook naar bed. Ja, het is gewoon uit met de pret. Ja. Het is klaar, het is over. Ik heb een vlog in elkaar weten te zetten. Ik heb Facebook afgewerkt. Het is nou tijd om gewoon lekker te gaan slapen. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen allemaal weer ook gezond uit je bed zien te komen. Morgen is het voor mij ook een lange, drukke dag. Want ik moet meer mop maken als heks. Rimpeltje meer, rimpeltje minder, weet ik veel wat. Ja, gewoon met mijn eigen make-up. Ik ben gewoon de goede, lieve heks. Ja, gewoon mijn eigen rimpels die ik al heb. Een beetje aandikken met een wenkbrauwenpotloodje, deed ik vorig jaar ook. Moet allemaal kunnen. Ja hoor, geen problemen mee. En we zullen dat gewoon beleven. En ja, zwarte lippenstift heb ik niet meer. Zover ik weet, moet ik even zoeken. Want ik gebruik dat bijna niet. Het is tegenwoordig dat rooi ik al sinds dat ik ja, eigenlijk ziek ben geweest. Wat verkouden nog een beetje. En af en toe mijn neus nog moet snuiten. Heb ik het nog niet echt op. Maar in ieder geval, we zullen het morgen even beleven. Ik zoek wel even en dan moet ik me opmaken. En ja, we zien wel hoe het gaat. Ja. En morgen komt ook Willy. Dus ja, het is morgen een drukke bedoeling wat dat er gaat. Dus ja, nogmaals, lekker slapen en gezond weer uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het gewoon allemaal. God die houdt over ons gewoon de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.